2009 begonnen we met de voorbereidingen voor Bridgeman. Monique, mijn partner en ik woonden in Vietnam en runden daar een centrum voor transformatie, voor coaching, meditatie, yoga. En vanuit dat centrum probeerden we andere mensen te helpen. Kinderen, mensen in nood, mensen in armoedige omstandigheden. En we ontdekten dat we met elkaar, met z'n tweeën, maar heel weinig konden doen. En besloten toen terug te gaan naar Nederland om een organisatie op te richten waar we heel veel mensen zouden hebben en we met elkaar konden helpen en bijdragen aan een betere wereld. En die organisatie is Bridgeman geworden. Dus zowel vanuit onze academie, als vanuit In Business, als vanuit de stichting is het doel altijd om bij te dragen aan de mensheid, bij te dragen aan de maatschappij, bij te dragen aan natuur en aan aarde.